Go. Ja, hier ben ik. Ja, dankjewel. Dankjewel. En last but not least, Jim Boonman. Goedemorgen allemaal. Alle drie van de VU, Vrije Universiteit. Goed om te vertellen dat deze deelexpeditie een samenwerking is tussen een aantal verschillende partijen. Wat ik net al zei, het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. Een platform waarin kennis rondom bodemdaling in stad en land bij elkaar gebracht wordt. En het netwerk en, de kennis. En dat is in volle breedte van bodemdaling. Nou, broeikasgassen en veenweidegebied is daar een onderdeel van. Daarnaast hebben we... werken we in deze deelexpeditie samen met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen uit Veen, wat zich dus specifiek richt op broeikasgassen uit het veenweidegebied, uit veengebieden. En uiteraard STOA. Die namens het Klimaatakkoord het nationaal gedelegeerd opdrachtgever is voor het Nationaal Onderzoek naar broeikasgassen uit veenweiden. Wat wij doen in deze deelexpeditie is de kennis delen die er tot nu toe is rondom het lopende onderzoek rondom broeikasgassen. En specifiek, we hebben in juni dit jaar een wat algemene bijeenkomst gehouden waarin we wat meer hebben verteld over het onderzoeksprogramma. Nu zoomen we specifiek eigenlijk op een van de instellingen in, namelijk de Vrije Universiteit die betrokken is, die eigenlijk al heel veel ervaring heeft en nu ook betrokken is bij dit onderzoek naar broeikasgassen. Even een paar praktische dingen. Deze sessie wordt opgenomen. Mocht u dat heel vervelend vinden, dan wil ik u verzoeken. Dan kunt u alsnog nu besluiten afscheid te nemen en later terug te kijken. Verder wil ik vragen, omdat we ongeveer 60 mensen verwachten. Ik zie dat er al 44 binnen zijn. Dus mocht u vragen hebben om het even via de chat te stellen. Zullen we ons best doen om zoveel mogelijk te behandelen tijdens de sessie. Maar mocht dat niet mogelijk zijn, dan zullen we daar later die kunnen beantwoorden, dus ook daarop terugkomen, schriftelijk. En anders uw vraag neerleggen bij een van de betrokken organisatoren. Wat gaan we vanochtend doen? Vanochtend gaan we eigenlijk zal Ipe vooral ingaan op wat de VU eigenlijk rondom broeikasgassen uit Veenweide doet. Dus binnen het nationaal onderzoek, maar waarschijnlijk ook daarbuiten. Ko van Huisstede gaat jullie meenemen in de wereld van modellen, van rekenmodellen en hoe je de broeikasgassen ook kunt modelleren. Of wat je daarvoor nodig hebt en waar je allemaal niet tegenaan loopt. En tot slot zal Jim Boonman, die is PhD bij de VU, een presentatie geven over zijn aandeel aan het onderzoek. Na elke presentatie zal er ruimte zijn om wat vragen te stellen, of er zal wat ruimte bieden om wat vragen te stellen of wat vragen te beantwoorden. En dan wil ik als eerst het woord geven aan Ipe. Ipe is hydroloog bij de faculteit aardwetenschap bij het cluster aard en klimaat. Ipe, aan jou de vloer. Dankjewel, Pime. Goedemorgen allemaal. Welkom bij de virtuele Vrije Universiteit in Amsterdam. En ondertussen zal ik proberen mijn voorbereide presentatie erop te zetten. Kunnen jullie mijn scherm zien? Ja. En nog steeds? Nog steeds. Heel mooi. En zien jullie nou alleen of zien jullie ook de notes? Sorry voor deze. Alleen de slides zien we, geen notes. Oké, heel mooi. Ja, goedemorgen allemaal en welkom bij de Vrije Universiteit. Ik ben Ipe van der Velde en ik ben docent water en koolstof aan de VU en ook natuurlijk onderzoeker. En ik wil jullie meenemen in wat de VU doet binnen het Nationaal Programma Broeikasgassen uit het Veenweide. En ik doe het natuurlijk niet alleen, we doen het met een heel team vanuit de VU. En speciaal Jim Boonman, hij is de jonge, enthousiaste onderzoeker die begonnen is met zijn PhD op dit onderwerp. Hij komt straks nog aan het woord. Ko van Huisstede is onze brok ervaring aan wie we alles vragen. Ook Ko zal zo meteen een verhaal vertellen. En daarnaast nog Corien, Hidde, Merit,
Ron, Rob en Arie die allemaal werken aan onderdelen binnen het programma, zoals het organiseren van de sites, de database, de elektrotechnische installaties, maar ook de mechanische installaties. Dus een heel team dat hier achter zit namens de VU. Op deze eerste sheet zien jullie meteen de site van Assen Delft, onze plek waar we meten. En ja, een typisch Nederlands landschap, hè? Mooie luchten, groots weids en groene grasvelden. En binnen het hek is onze meetlocatie. Ja. Ook is het wel eens mooier weer dan zo net in Assen Delft. Natuurlijk was het van de zomer een prachtige zomer met zeer mooie dagen. En dit is eigenlijk onze tweede meetsite, de site in Vlist. En ook weer hetzelfde gevoel natuurlijk. Weids uitzicht, mooie luchten en groene weides. Typisch Nederlands prachtig landschap waar we natuurlijk allemaal zeer begaan mee zijn. Even kijken. Maar goed, het afgelopen jaar was... We zouden natuurlijk veel meer buiten hebben willen zijn, maar het grootste deel van het jaar was thuis in mijn donkere hoekje achter de computer. Om alle data te verwerken en alles te bekijken. En ik wilde jullie meenemen in de onderdelen die de VU doet binnen het programma. Het meten van broeikasgassen. En vooral de relaties zoeken tussen wat gebeurt er in de bodem en de broeikasgassen die uit het veenweidegebied komen. Proberen die processen achter de uitstoot te pakken. En ik wil je meenemen in zuurstof- en redoxmetingen die we namens de VU doen. Daarnaast gaan we ook beginnen met het modelleren van deze processen. Want als we grip krijgen op die processen en het kunnen beschrijven met modellen, dan kunnen we ook beter de volledige balans maken van hoeveel koolstof zit er in de veenbodem, hoeveel komt eruit en hoeveel en wat is het effect van onze maatregelen. En ook beter die onzekerheid pakken. Dat is iets waar Co en Jim zo meteen verder op in zullen gaan. En daarnaast zijn we nog druk bezig met de database. We verzamelen heel veel data en we proberen dan die gegevens ook te organiseren in een database. Jullie zagen hem al staan, de titel, Need for Speed. Ja, het is duidelijk dat het doel van het NRBV is proberen de emissiereductie van de veengronden in Nederland voor elkaar te krijgen. En we willen natuurlijk ook, ja, de veengronden zijn gewoon een heel belangrijk deel van Nederland en die willen we ook gewoon beschermen. Dus vandaar, en het liefst een beetje snel natuurlijk ook, niet alleen beschermen, maar er is ook best wel haast bij. Dus de need for speed. En ja, ik wilde jullie meenemen in de resultaten die we het eerste jaar al hebben. Dus we hebben nu een heel jaar metingen erop zitten en ik wilde je daarvan wat laten zien. En dat wilde ik laten zien aan de hand van vier vervolgseries uit het spel. De High Stakes Carbon, Underground 1 en Underground 2. De High Stakes, ja, wat zijn nu die High Stakes in het veenweidegebied? Ja, er ligt een opgave om 1 megaton CO2 equivalent te reduceren uit het veenweidegebied bij 2030. Dit is ongeveer 20% van de totale uitstoot uit het veenweidegebied. Dus dat is een enorm doel. En daarom zijn we begonnen met dit broeikasgasmonitoringsprogramma. We willen eigenlijk een mechanistisch begrip krijgen van de vernattingsmaatregelen. Als we het hebben over het reduceren van het CO2 uit het veenweide, hebben we het vaak over het vernatten van het veenweide, zodat er minder CO2 uitkomt. Dus ja, we willen eigenlijk weten, wat doet nu die vernatting die we voor ogen hebben met dat... Of vernatting wel hetzelfde is, een vernatting door bijvoorbeeld het onder water zetten en lisdodders erop te laten groeien. Hetzelfde als vernatting door een slooppijl opzetten. Of vernatting door onderwaterdrainage. En dat zijn belangrijke vragen waar we mee aan de gang willen. En in jaar 1 hebben we eigenlijk 5 sites opgezet, die zie je hier ook op het kaartje. We hebben de site in Oldeboren, Rauwveen, Assen Delft, Zegveld en Vlist. En dit zijn eigenlijk 5 sites waar we een referentie meten, dus iets waar niks gebeurt. En een site waar we onderwaterdrainage meten als maatregel om het te vernatten. En onderwaterdrainage is eigenlijk een omgekeerde drainage. Met onderwaterdrainage voer je water in de zomer aan. En hou je daardoor het grondwater veel hoger in de zomer en blijft het veen dus natter. Tegelijkertijd zien we ook dat... Ja, we weten dat hele langzame processen zijn, die bodemprocessen. Ja, ze kunnen wel snel reageren op veranderingen, maar uiteindelijk
hoe dat zich uitpakt over lange termijn, dat zijn langzame processen. Dus daarom willen we ook zeker meerdere jaren meten. En onze twee sites, of onze sites, dat zijn speciaal onze sites, maar waar wij de coördinatie van doen, zijn de sites in Assen, Delft en in Vlist. Ja, heel belangrijk onderdeel van het programma is natuurlijk het meten van de broeikasgassen. Hoeveel broeikasgassen komen er nu uit het veen? En daarvoor hebben we eigenlijk twee methodes die we veel gebruiken. Eerst hebben we de methode van het kamersysteem. En dat is eigenlijk een hele eenduidige of vrij simpele methode. We plaatsen een kamertje op het veen en doen de deksel dicht en dan meten hoe de concentratie broeikasgas toeneemt of afneemt binnen zo'n kamertje. Als de concentratie toeneemt, dan komt er netto broeikasgas uit het grond. Als de concentratie afneemt over de tijd, dan neemt de vegetatie of de plant of de bodem, die nemen CO2 op. Dus door te meten hoe die concentraties verandert in de kamer, kunnen we bepalen wat de flux is aan broeikasgas. En we doen dit 4 keer, omdat je natuurlijk maar een klein oppervlakje meet. Je ziet 4 kamertjes staan, dus we doen het steeds 4 keer om te kijken van, ja, hoe representatief is onze meting, hoe goed is die gelukt. Ja, voordeel van deze meting is dat je hem heel precies op een klein stukje grond meet. Dus je kan heel precies weten van die CO2-flux kwam uit dit stukje grond. Dat is natuurlijk ook meteen een beetje aan de andere kant een nadeel, dat je weet van hoe representatief is nou dat stukje voor je hele veengebied. Daarnaast is het ook zo dat het niet een onverstoorde meting is. Zo'n kamertje heeft best wel effect op de gras en de bodem die eronder staat. Dus het is ook zeker niet een onverstoorde meting. En we moeten hem daarom ook vaak verplaatsen en het is een vrij arbeidsintensieve meting. Maar het geeft wel hele mooie, precieze resultaten. Daarnaast hebben we de eddy covariance meting. Eddy covariance meting, daar meet je eigenlijk heel precies de wind en de windsnelheid en waar de wind vandaan komt uit alle richtingen. En je meet de luchtconcentratie van de broeikasgassen erbij. En als je dat heel precies doet, dan kan je zeggen van, nou, over een bepaalde periode was er netto meer CO2 of methaan dat omhoog ging dan omlaag ging. Dus we hebben een uitstoot of een opname. Dus het is meer een directere meting. Een voordeel van deze meting is dat het een vrij onverstoorde meting is. Dus de meetapparatuur zelf heeft maar weinig invloed op de gasfluxen die je meet. Ook een voordeel is dat je een veel grotere oppervlakte meet. Maar dat is meteen ook wel een beetje een nadeel, dat je niet precies weet waar de fluxen vandaan kwamen die je meet. Het is heel erg afhankelijk van de windrichting en de windsnelheid waar de flux vandaan komt die je meet. Dus elke methode heeft duidelijk zijn voor- en zijn nadelen. En daarom voegen ze ook naast elkaar echt veel toe aan de broeikasgasmeting. Ik wil een voorbeeldje laten zien van Assen-Delft. Hier zie je van de kamermeting. Hier zie je hoe de concentratieverloop in de kamers is geweest. Oh nee, hier zie je de flux die we hebben gemeten in de kamers over de maand juli. En de 4 kleurtjes zijn natuurlijk de 4 kamers. Dus je ziet dat de fluxen tussen de kamers zeer vergelijkbaar zijn. Wat ook opvalt zijn de 2 maaimomenten. Hier is het gras gemaaid. En tussen die maaimomenten was de nachtelijke uitstoot. Dus de positieve fluxen, dat zijn uitstootfluxen. De nachtelijke uitstoot is eigenlijk vrij constant tussen die 2 maaimomenten. Maar je ziet ook dat de opname overdag heel erg toeneemt. Wat natuurlijk logisch is. Hoe groener het gras, hoe groter het gras, hoe meer CO2 het kan opnemen. En op het moment dat het weer wat dreigt af te vlakken, denkt de boer, nu moet ik mijn gras maar weer eens maaien, want het neemt minder CO2 op, dus het groeit minder. Ja, met deze meting willen we natuurlijk het verschil begrijpen tussen een referentie en een vernattingsmaatregel. Dus we meten dit zowel op de referentie als de vernattingsmaatregel site. Maar we willen ook begrijpen wat betekenen die verschillen in de tijd die we meten aan fluxen. Dus waarom verschilt april van juli en juli van september? En hoe relateert dat met de bodem? Wat we in de bodem zien. Hier een voorbeeld van de samenvatting van de metingen van Assen-Delft. Hier zie je de fluxen overdag samengevoegd. In oranje zie je de referentie, dus waar niks gebeurt. En in groen de onderwaterdrainage, waar dus een vernatting heeft plaatsgevonden. En je ziet dat het op de totale flux, dus de opnameflux overdag eigenlijk maar weinig invloed heeft. Dus zowel in de referentie als in de onderwaterdrainage wordt ongeveer evenveel CO2 vastgelegd door de planten. Kijken we echter naar de nacht,
Daar zie je wel duidelijk een verschil tijdens de nachtelijke uitstoot. Dus 's nachts wordt natuurlijk, is er geen fotosynthese, wordt er niets opgenomen. En stoot de bodem en ook de planten stoten CO2 uit. Dan zie je duidelijk dat de referentiesite iets meer uitstoot dan de onderwaterdrainagesite in de zomermaanden. In september, oktober, november zie je het eigenlijk al niet meer. Tel je die twee bij elkaar op, dan zie je dat in de onderwaterdrainagesite duidelijk in totaal meer CO2 is opgenomen over het half jaar dat we gemeten hebben, of het, ja, drie kwart jaar, dan in de referentiesite. Dus we zien 's nachts een heel duidelijk verschil tussen de referentie en de onderwaterdrainage. Dit zien we ook in Vlist, eigenlijk op een vergelijkbare manier. Maar om nou te zeggen, meteen te zeggen van hoeveel CO2 er uit het veen komt, dat is natuurlijk de som van al deze fluxen. Plus hoeveel koolstof we hebben toegebracht als bemesting, min hoeveel koolstof we hebben afgevoerd door het gewas, door het gras te maaien. En misschien ook wel hoe eigenlijk de koolstofgehalte in de graszode is veranderd, als we die niet meerekenen met het veen. En dit is nog best een ingewikkelde berekening. We zijn nog bezig met de analyses van het gewas, dus we kunnen het nog niet helemaal bij elkaar zetten. Maar dit is ook iets waar juist modellen heel erg kunnen gaan helpen, zoals Koos al laat zien zometeen. Met een model kan je deze balans veel preciezer maken in de tijd en kan je deze, ook de onzekerheden van deze balans goed inschatten. Want het gaat ons natuurlijk in dit geval ook vooral om die CO2 uit het veen. We willen weten van hoeveel van die CO2 komt er nou uit het veen. Hier een voorbeeld van de listdodden in Zegveld. Daar proberen we de CO2-flux te meten met de Eddy covariance methode. En hier zie je het weiland waarin het rode puntje. Het weiland is binnen het rode vierkant of rechthoek. Bij het rode puntje staat de EC-toren. En in blauw geven we aan van waar kwam eigenlijk die flux vandaan. We kunnen ongeveer inschatten op basis van windsnelheid en windrichting waar die flux vandaan kwam over een lange periode. En dit is waar 80% van de flux voor een maand vandaan komt. Dus dat ligt vrij goed binnen het weiland, maar lang niet altijd binnen het Listdodder weiland. En hier meten we met die toren meten we de methaanconcentratie en de CO2-concentratie. En door nou de dagen een beetje op te splitsen van wanneer kwam nou de wind van het weiland, wanneer kwam de wind, wanneer zat die footprint echt binnen het Listdodderveld, kunnen we een poging doen om die CO2-concentratie van het weiland en de Listdodder te verscheiden en ze ook met elkaar te vergelijken. Ik laat hier al wel een resultaat zien, maar dat is eigenlijk een heel voorlopig resultaat. En daar moeten we nog veel beter naar kijken. Dus, maar dit is wel waar we naartoe willen. Dat we op die manier het weiland en het Listdodder met elkaar kunnen vergelijken. Ik had al gezegd, van, we willen ook proberen de relatie echt te leggen tussen wat gebeurt er in de bodem en hoeveel bodem, broeikasgassen komt er uit die bodem. En daardoor meten we ook heel, daarvoor, om dat te kunnen doen, meten we heel veel parameters in de bodem. En als we die bodemprocessen goed kunnen beschrijven, zowel met metingen als ook met modellen, kunnen we ook veel beter die emissie kunnen beschrijven en inschatten. En ik wil jullie meenemen naar wat wij doen binnen het NOBV. Het zijn de zuurstofmetingen en de bodemredoxpotentiaalmetingen op alle sites. En ik wil even een voorbeeld geven voor Oldeboren, waar we zuurstof meten met een sensor. Hier zie je, het valt eigenlijk niet zoveel te zien aan zo'n sensor, want die steek je gewoon de grond in. En dit is eigenlijk een soort testopstelling, waarmee we even testen hoe goed het werkt. Maar daar had ik toevallig een fotootje van. Maar we hebben dus, je steekt zo'n sensor op verschillende dieptes in de bodem. Dat laten we hier zien. En hier zie je ook de meetreeks die erbij hoort. We hebben een sensor gezet op 20 centimeter diepte, op 40, op 60 en op 80 centimeter. En daar meten we de zuurstofconcentraties. Hetzelfde heb ik hier eigenlijk weergegeven in een dwarsdoorsnede in de bodem. Dus de y-as, de diepte in de bodem, op de horizontale as, de tijd en in kleur wat nou eigenlijk de zuurstofconcentratie was dat moment en die diepte hoorde. En hier zie je dus dat je duidelijk ziet dat die zuurstof in die bovenste 20 centimeter komt. En af en toe in die bovenste 40 centimeter, maar dat daaronder eigenlijk die zuurstof helemaal niet erin gaat. En natuurlijk, zuurstof is de belangrijkste reactie die optreedt om het veen af te breken. Als we daar nu even de grondwaterstand bij zetten, want daar ben je natuurlijk benieuwd naar, dan zie je dat die grondwaterstand in Oldeboren eigenlijk veel verder uitzakt, dus misschien wel tot een meter. Maar dat die zuurstofconcentratie dat lang niet volgt zo diep. Die zuurstofconcentratie blijft vooral een beetje hangen tot het niveau waar de hoge grondwaterstanden in de zomer voorkomen. Tot zover gaat die zuurstof mee, maar die gaat niet helemaal achter die grond, het diepe grondwaterstand aan. En je ziet ook wel als die grondwaterstand er weer omhoog schiet,
dat dan de zuurstofconcentratie ook meteen weer omlaag valt. Dus weer eigenlijk de zuurstof eruit gaat. Zetten we daar het onderzeel tegenaan, dus waar het iets natter houden. Dan zie je dat de grondwaterstand inderdaad hoger blijft daar. En dat je ook een kortere periode hebt waarop zuurstof in die bovenste 20 centimeter zit. En eigenlijk ook een veel kortere periode dat het op die 40 centimeter komt. Dus daar komt het bijna niet. En je ziet weer dat zuurstof eigenlijk vooral in de bodem komt als je een lange droge periode hebt gehad. Tweede meting waar we mee ongeveer hetzelfde proberen is de redoxpotentiaal in de bodem. De redoxpotentiaal geeft aan hoe sterk zuurstofloos een bodem is. Hoe sterker zuurstofloos, hoe lager de redoxpotentiaal. Hoe sterker zuurstofloos, hoe meer moeite microben hebben om het veen te oxideren, om het op te eten. En hoe sterker zuurstofloos, ook hoe langzamer de afbraak waarschijnlijk gaat. En we meten dat in millivolts. Dus de reactie met zuurstof, daar komt energie bij vrij. Als je die energie probeert niet vrij te laten komen, maar wel dat je weet dat die energie er is, dan heb je een spanning. En die spanning probeer je te meten. En die meet je dus in millivolts. En de reactie met zuurstof, daar komt de meeste energie bij vrij, dus daar heb je ook de meeste spanning. Dus voor elk van die zones in bodemspanning die je meet, hoort eigenlijk ook een typische reactie. Als je heel veel energie erbij vrij krijgt, dan is het typisch een zuurstofreactie. Iets minder wordt een nitraatreactie, dus dat de microben nitraat gebruiken om de bodem af te breken. Daarna ijzeroxides, daarna sulfaat kunnen gebruiken om de bodem af te breken en daarna pas CO2 bicarbonaat evenwicht. Het voordeel van je redoxmeting is dat je met één sensor op 6 dieptes kan meten en dat je informatie krijgt over meerdere oxidatiereacties. Nadeel is dat het een hele gevoelige meting is en dat de interpretatie dus best wel onzeker is. Hier zie je meteen weer hetzelfde type resultaat voor Oldeboer. Wat ik jullie wil laten zien is dat als we kijken naar die redox, dat die wel de grondwaterstand volgt en juist wel de diepste grondwaterstand volgt. En aangeeft dat die zuurstofreactie de dominante reactie is tot aan waar de grondwaterstand zakt. Dus hoewel we geen zuurstof zien, zien we uit de redoxmetingen wel dat de zuurstof de meest dominante reactie is. Hij schiet er overheen. En bij onderwaterdrainage zien we eigenlijk hetzelfde. Hoewel de grondwaterstand minder diep uitzakt, zien we wel dat die redox eigenlijk de diepste grondwaterstand volgt en aangeeft dat zuurstof de dominante reactie is tot aan de diepste grondwaterstand. Hoewel we aan de zuurstof hebben gezien dat daar in principe niet superveel zuurstof zit. Dus dat is een leuk raadsel om mee verder te gaan. Nou, de samenvatting. In jaar 1, ja, die kamermeting is van CO2 en acetaldehyde zijn eigenlijk heel goed gelukt. Daar ben ik heel blij mee. Geeft ook hele waardevolle informatie. En we zien duidelijk in beide onderwaterdrainage sites in het eerste jaar een duidelijk lagere nachtuitstoot. Maar om de totale uitstoot uit het veen te bepalen, moeten we echt nog die gewasopbrengst meenemen. En eigenlijk ook een model meenemen om die CO2 uit het veen eruit te kunnen halen. Die zuurstof- en redoxpotentiaal die geven eigenlijk heel leuk inzicht in wat zuurstof doet, maar ook welke reacties in de bodem optreden. En zien dat die zuurstof vooral bovenin blijft, maar die redoxpotentiaal juist die laagste grondwaterstand volgt. En dat verschil is heel erg interessant. En daar gaan we ook op zoek naar om dat beter te begrijpen. En hoe zuurstof en veenafbraak samenhangen. En er valt dus toch heel veel te doen in jaar 2. En daar gaan we vol enthousiasme mee aan de slag. Hier wou ik het eerst bij laten. Dankjewel, Ipe. Bijna helemaal binnen de tijd. Er zijn een paar vragen op de chat binnengekomen. Ik wil er even eentje uitpikken. Er is natuurlijk al een discussie of in elk geval een kennisuitwisseling gaande in de chat. En de belangrijke vraag die gesteld wordt van Annemarieke Motellica van Waternet is: ik zie grote standaarddeviatie, variatie. Dus in hoeverre klopt het dat je stelt dat er minder CO2 komt bij de onderwaterdrainagepercelen? Gemiddeld wel, maar is het nu al het verschil aantoonbaar? Goeie vraag. Die standaarddeviatie die ik liet zien was inderdaad het verschil tussen de vier kamers. En ik zie inderdaad, vooral bij die opnames, zie je eigenlijk geen verschil. Je ziet dat die verschillen ook wel vrij groot zijn. Ik denk dat je in de nachtfluxen wel echt een significant verschil ziet. Maar dat moeten we inderdaad nog naar kijken. Het verschil is niet zo groot dat je meteen denkt van dat is heel duidelijk.
Ja. En we zien wel op beide sites zien we eigenlijk hetzelfde type verschil. Dus dat is wel, en ook in alle maanden, consequent. Dus dat voegt er ook wel weer veel aan toe. Ja. Hebben wij denk ik wel de notie moeten maken dat we sinds dit voorjaar meten. Hè? Dus het is 1 jaar. Volg ik altijd maar de wijze woorden van Gilles Erkens. Want 1 jaar is 1 ei is geen ei. Hè? 2, dus 1 jaar is geen meetjaar. 2 jaar is 2 meetjaar is een half meetjaar. En met 3 meetjaren gaan we pas richting een serieus meetjaar. Dus dat is even de kanttekening die we hier expliciet even bij willen plaatsen. We zijn hier nog geen resultaten aan het delen. We zijn eigenlijk eerst de bevindingen aan het delen. Hè? Dat is, Helemaal mee. Ik had het er wel bij gezet in de sheets, maar ik realiseer me dat ik het niet uitgesproken heb. Ja. Maar het is inderdaad, ik wilde graag even wat van de eerste resultaten laten zien dit jaar. Ja, graag. Nee, dat is alleen maar leuk. Dus ik krijg hier een vraag van Arjen Uiterlinde, student aan de Wageningen Universiteit. En hoe komt het dat er in de referentiemeting net voor 1 oktober zuurstof niet in de bodem trekt? Is het een periode van regen misschien? Net voor 1 september, zei je? Net voor 1 oktober. Ja, nou, eind september was echt super nat. Dus dat hebben we, vooral in Assen-Delft, weet ik het van. In Woldenboer weet ik niet van, maar eind september was er echt een aantal buien van misschien wel 100 mm in totaal. En die hebben in 1 keer dat hele perceel heel nat gemaakt. Ik denk in Woldenboer ook wel. Dus dat je daarmee meteen de zuurstof uit het perceel drukt, ja. Ik heb je antwoord niet aan meegekregen, mijn internet is wat instabiel, maar ik ga ervan uit dat de rest het wel heeft meegekregen. Ik stel voor, er zijn nog een aantal even mee in de schriftelijke reactie. En wat misschien goed is om te melden, is dat er een hele in de sessie ook heel veel andere onderzoekers zijn. En die ik van harte wil uitnodigen. Bart doet dat gelukkig al heel actief. Ook wil daar waar mogelijk ook een handje willen helpen om de VU'ers te helpen om antwoorden te geven. Maar de vragen die ik niet beantwoord komen zeker terug in de schriftelijke reactie. Dan wil ik het woord geven aan Co. Co is net als Ipe onderzoeker aan de faculteit aardwetenschappen van de VU en is al jarenlang bezig met broeikasgasmetingen, zowel bij dit onderzoek als bij andere onderzoeken. En ik begreep zelfs in Siberië. Dus hij neemt ons mee naar de wereld van de rekenmodellen en broeikasgassen. Co, aan jou het woord. Goedemorgen, ik ga even proberen of het lukken wil het scherm te delen. Ja, zien jullie mijn scherm? Veen in de computer? Jazeker. Ja? Ja. Goed. Ja, dit is het resultaat van een onderzoek wat we in eind 90e jaren zijn begonnen aan de VU. Naar broeikasgasemissies uit veenweiden en natuurgebieden in Nederland. En later in Siberië, inderdaad. En daar hebben we een model voor ontwikkeld. En ja, dat draait eigenlijk al een tijdje mee. En daar wordt nog steeds aan gewerkt, aan dat model. Wat ik wil doen is in de eerste plaats laten zien hoe je veen in de computer kunt stoppen. En hoe je daar een model van kunt maken. Veel mensen zien modellen nog wel als een beetje als een soort duistere kunst. Maar dat is het niet. Wat een model gewoon doet is wetenschappelijke kennis samenbrengen. Alleen, er zit altijd wel een maar aan. Het is nooit helemaal volledig. Je moet altijd compromissen sluiten. En het belangrijkste compromis is van welke gegevens heb je om in het model te stoppen. Een model is namelijk zo goed als de gegevens die je erin stopt. En heb je bepaalde gegevens niet beschikbaar, zoals bijvoorbeeld afbraakconstanten van veen in de bodem. Ja, dan zul je daar iets op moeten vinden. Je zult daar aannames over moeten maken. Een model kan ook veldonderzoek nooit vervangen. Je hebt metingen nodig om je model te eiken en om je model te voeden. Wat is dan het nut van modellen? Ja, natuurlijk vooral wetenschappelijk onderzoek. Je kunt ook effecten van maatregelen doorrekenen.
met alle voorbehoud die je de geldigheid van het model kunt, waarmee je rekening moet houden. Een hele belangrijke toepassing is ook het vullen van gaten in reeksen van meetgegevens. Die kamers en die eddy-correlatie systemen, ja, er vallen altijd gaten in de gegevens. De apparatuur werkt nooit constant. Er is altijd wel eens even een tijdje eruit. En dan, als je een volledige meetreeks van hebt, dan kun je een model gebruiken om die gaten een beetje op te vullen. En tenslotte is ook educatie een belangrijke toepassing van modellen. Je kunt er processen mee demonstreren op een computer. Ja, hoe ga je met onzekerheden om in die modellen? Belangrijkste onzekerheden zijn altijd onzekerheden in de invoer, parameters van een model, meetgegevens, weergegevens die erin moet stoppen. Hoe je daarmee om kunt gaan is vergelijken van modellen in de eerste plaats, maar ook heel vaak meerdere modelruns met variaties in de invoer. Nou, dat een heel mooi voorbeeld is het weermodel van de KNMI. Als je op de KNMI-site zoekt naar de pluim en dan moet je de expert pluim nemen, dan zie je de weermodellen voor de komende dagen. En je ziet dat ze dat hebben opgebouwd uit een heleboel verschillende modelruns. En hoe verder je in de tijd weggaat, hoe onzekerder ze worden, hoe verder ze uit elkaar gaan lopen. Ja, dat kun je dus met andere modellen voor de bodem, kun je dat dus ook doen. Ja, wat zijn nou de belangrijkste ingrediënten van zo'n model voor de veenbodem in de computer? De basis is natuurlijk de bodemfysica. Je moet de temperatuur weten, je moet de warmtebalans van de bodem heb je nodig. Het water, grondwaterstand, bodemvocht, die hebben de belangrijkste invloed op die biologische en chemische processen. Wil je iets rekenen aan bodemdaling, dan zul je ook met het mechanisch gedrag van de bodem rekening moeten houden. En voor broeikasgassen moet je ook iets weten over het transport van de gassen. Dus het transportverschijnsel in de bodem. Wat er gebeurt in zo'n bodem, broeikasgassen, er is altijd een balans. De productie en afbraak van organisch materiaal. Aan de ene kant de productie van planten, bladeren, wortels, uitscheidingsproducten van wortels, de wortelexudaten. Oogst en begrazing, wat er weer afgaat, organische bemesting, heeft IPA al laten zien. Daarvoor moet je iets weten over licht, water, nutriënten moet je als invoer hebben in het model. En aan de andere kant heb je de afbraak. En meestal is dat recent geproduceerd materiaal. Dat is het grote bulk van wat eruit komt. En dat is labiel materiaal, zoals we dat noemen. Wat snel afbreekt. Het spul wat traag afbreekt, dat wordt vaak recalcitrant materiaal genoemd. Voor een heel groot deel is dat dus verse organische productie en voor een veel kleiner deel is dat die oude koolstofvoorraad in de bodem, dat is het veen of humus. En wat vaak al gedeeltelijk een beetje afgebroken is en wat daardoor al niet zo snel mee gaat. Nou, dan de afbraak in de bodem zelf. Daar moet ik wat langer bij stilstaan. Dat hangt af van een heleboel milieucondities in de bodem. Ja, die microben die dat doen, die voelen zich prettiger naarmate de milieucondities voor hun beter zijn. En het allereerste, dat is het vochtgehalte. Is het te nat, dan zijn er steeds minder groepen bacteriën die dat kunnen doen. Is het te droog, dan gaat het ook niet zo heel hard. Dus je zult zowel de droogte als de nat, als droog als nat moet je kunnen modelleren. De zuurstofbeschikbaarheid. IPA heeft dat ook al laten zien. Dat stuurt heel sterk het soort afbraakproducten soort afbraakprocessen die je kunt hebben. Aeroop met zuurstof of anaeroop met de reductie van nitraat, ijzer, mangaanoxide, sulfaat en uiteindelijk methaanvorming. Temperatuur is heel belangrijk.
microben reageren exponentieel op temperatuur. En ja, dat kun je vergelijken met die beruchte R, die R-constante van de coronacrisis. Is die hoog, dan gaat het aantal, dan gaan die virussen zich heel snel verbreiden. En die bacteriën doen dat ook zo. Zuurgraad is belangrijk, nutriënten ook. Ook microben hebben stikstof en fosfaat nodig. Dan zijn er twee processen die ook van heel erg belang zijn. Dat is het priming effect. Als je recalcitrant materiaal hebt, dan wordt die afbraak soms heel sterk versneld door als je veel labiel materiaal toevoegt. Je kunt het vergelijken met het aanmaken van een houtvuurtje. Dat gaat veel sneller als je er een beetje spiritus bij gooit. Dan fikt het veel sneller. Andere zijn de eigenschappen van de organische stof. Nou, labiel recalcitrant heb ik al genoemd. Dat zijn vooral chemische, organochemische eigenschappen van de organische stof. Maar wat ook belangrijk is in hoeverre die stoffen gebonden zijn aan mineralen in de bodem. En dan vooral kleimineralen. Dus dat zijn allemaal zaken die je eigenlijk in je model zou willen stoppen. Om de snelheid van die afbraak een beetje te kunnen berekenen. Nou, tenslotte transportprocessen. Gassen, zuurstof. De zuurstof die erin gaat. Dat gaat meest via diffusie, maar als je met moerasplanten te maken hebt in natuurgebieden, dan is ook een belangrijke transport door stengels. Als je een riet of lisdodden neemt, dan zitten die stengels die zitten vol met luchtkanalen. En die hebben maar één doel, die smerige gassen eruit te krijgen uit de bodem en te vervangen door zuurstof voor de wortels. CO2 en methaan gaan er ook door diffusie uit, maar ook door dat transport door stengels in het geval van moerasplanten. En als je echt waterverzadigde bodem hebt, dan heb je ook vaak bellen die opstijgen. Dat zie je ook vaak terug in de metingen trouwens. Met methaan moet je ook nog rekening houden met oxidatie door microben naar CO2. Ten slotte is er ook opgeloste stoftransport in water. Opgelost CO2 en opgeloste organische stoffen. Die horen eigenlijk ook in het model thuis. Ja, zijn complexe modellen waar het allemaal in zit, zijn die beter? Nou, niet echt altijd. Je hebt te maken met parameteronzekerheid. Grote modellen die vereisen meer parameters. Die zijn niet altijd beschikbaar. En daar zijn ook vaak niet altijd goede metingen van. En er zit vaak ook behoorlijk wat onzekerheid op. Dus een groter model is niet altijd beter. Ze worden altijd compromissen gemaakt. Het model is nooit helemaal compleet. En je kunt het altijd weer verbeteren. Dat is het leuke aan modellen. Het houtje van de straat. En je kunt er heel lang aan sleutelen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zaak om het zo goed mogelijk in orde te krijgen. Zodat je er inderdaad ook wat mee kunt. Ja, het Peatland-VU-model, daar zijn we begonnen eind 90 jaren. Geleidelijk uitgebouwd. Het doel daarvan is het simuleren van broeikasgasemissies uit veenbodems. Zowel in natte als droge omstandigheden. En dan CO2-methaanemissies. We hebben het veel ook toegepast in het onderzoek in Siberië. En dan moet je dus rekening gaan houden met permafrost. Het bevriezen van de bodem zit er dus ook heel netjes in. Toepassingen zijn veenweiden en moerasnatuur in Nederland. Er zijn grootschalige simulaties ook met methaanemissies van de permafrost in Siberië. En methaanemissie van zelfs van het hele wetlands van het hele noordelijke halfrond. Dus het geleidelijk aan is er heel veel nadruk ook komen te liggen, behalve op CO2, op methaan in het model. Ik ga nu weer even terug naar die andere
processen slides om te laten zien wat er in het model zit en vooral ook wat er niet in zit. Dat is wel zo eerlijk om dat even uitgebreid te laten zien. Een van de dingen die nog missen, dat is het mechanisch gedrag en met name zwel en krimp van het materiaal. En dat zou nog beter kunnen en dat zit er nu eigenlijk niet in en we zijn aan het kijken wat we daaraan kunnen doen om dat te verbeteren. Ja, wat die balans. Er zit een organisch productiemodel in. Dus een vegetatieproductiemodel. Wat aan de hand van lichtinval kan uitrekenen hoe snel de plantengroei gaat. Lichtinval en temperatuur. Wat nog een beetje mist zijn de effecten van water en nutriënten. Met name ook van verdroging. Daar zijn we dus ook nog, dat is dus ook nog werk in uitvoering. Een andere wens die er nog leeft, dat is, we hebben nu dus aerobe afbraak van organische stof. Anaeroop alleen methaanvorming. En eigenlijk zouden die andere processen er ook nog wel in willen hebben. Er zijn een aantal dingen die zijn redelijk vereenvoudigd. Ook dat zou nog verbeterd kunnen worden. Wat wel heel goed is in het model is dat we dat vochtgehalte, ook de droge kant van het spectrum van het vochtgehalte kunnen berekenen. Een ander manco wat er ook nog niet in zit, dat is transport via water van opgelost gas en organische stof. En dat hopen we dus dat we dat ook nog kunnen verbeteren door aan het hydrologisch werk, waarbij hopelijk het werk van Jim ook wat kan bijdragen. Nou, wat het model als uitvoer heeft, dat is het daggemiddelde van totale CO2 en methaanemissie. CO2-emissie per bodemlaag. We kunnen dus uitrekenen waar welke diepte de meeste CO2 geproduceerd wordt. En we kunnen ook dat opsplitsen naar organische stofreservoir. En die organische stofreservoirs kun je zien als verschillende groepen organische stof met verschillende afbraaksnelheden. Dat is bijvoorbeeld humus, mest, plantenwortels, uitscheidingsproducten van plantenwortels, maar ook het veen zelf zit er expliciet als reservoir in. Je kunt dus uitrekenen wat er echt uit het veen komt. De methaanemissie natuurlijk. En verder een aantal tussenvariabelen zoals grondwaterstand, biomassa, bodemmethaanconcentratie, CO2-concentratie in de bodem enzovoort. Er wordt nog druk aan het model gewerkt. Een van de grote projecten is van PhD Tanja Lipman. Dat is verbetering van het vegetatiedeel van het PITEM-model. En dat daar doen we door te koppelen aan het NUCOM vegetatiemodel, vegetatiesuccessiemodel van de ecologen van de Wageningen Universiteit. Wat we daarmee willen bereiken is het simuleren van vegetatiesuccessie en vastlegging van CO2 door veengroei en door natuurontwikkelingen. En dat zal ook bijdragen aan verbeteringen voor rekenwerk aan paludicultuur, aan natte landbouw. Hier wat modelresultaten. Metingen, dat zijn de rode lijnen, vergeleken met het gemodelleerde fluxen. Nou, je ziet dat hij het redelijk doet. Wat voor de CO2 ook zichtbaar is, is dat je inderdaad, dat is dat bruine onderin de grafiek. Dat is het aandeel van CO2 wat er uit het veen zelf komt. En nou ja, je ziet dus dat althans volgens het model een heel gering aandeel heeft, maar dat wil niet zeggen dat het een onbelangrijk aandeel is trouwens. Het meeste, dat is kortcyclische organische stofafbraak van het vers geproduceerde organisch materiaal.
Aan de rechterkant zijn een aantal voorbeelden van gesimuleerde methaanfluxen. Methaan is een wat lastiger onderdeel om dat goed te simuleren. En dat is met name omdat methaanfluxen lastiger te meten zijn. Zeker de wat oudere metingen daarvan, die zijn sneller verstoord. En je kunt ook echt grote onverwachte emissiepieken krijgen van methaan. Met name door het transport van bellen. Goed. De plannen die we hebben als onderdeel van dit onderzoek is natuurlijk in eerste plaats kijken of we die CO2 en methaanemissie van de onderzoekslocaties correct kunnen simuleren. Waarbij we heel erg blij zijn met die hele mooie data die uit het NOBV-project komen. En de tweede is vergelijking met andere modellen, onder andere het hydrologische model waar Jim straks iets meer over gaat vertellen. En wat we hopen te onderzoeken, dat is natuurlijk wat je gebeurt als je de grondwaterstand gaat manipuleren in het veen. Maar ik denk wat ook heel erg belangrijk gaat worden, dat is effecten van klimaatverandering en de hitte- en droogte-extremen. Van die we de afgelopen 3 jaar gezien hebben. En hoe die interacteren met die grondwaterstandsmanipulatie. En dan natuurlijk wat er gebeurt met paludicultuur en vooral methaanemissie daarvan en natuurontwikkeling, wat die kunnen bijdragen. Dat was mijn laatste sheet. Dankjewel, Ko. Dankjewel, Ko. Excuses. Er is ondertussen ook een levendige discussie op de chat. Ik zal een paar vragen aan je voorleggen. Er wordt hier gevraagd door Margit van het Wetenschip of van de provincie Friesland. En zij geeft aan, ik ben geïnteresseerd in de relatie tussen vochtgehalte en afbraak. Hoe zit dit in het model? We hebben een vrij simpele benadering van een optimumrelatie. Daar moet je betere parameters voor hebben dan we op dit moment hebben. Die afbraak die gaat dus omlaag als de bodem droger wordt. En die gaat omlaag als de bodem natter wordt. Als die verzadigd raakt. Dus er zit een optimum in en daar hebben we eigenlijk nog het een en ander nodig om dat te verbeteren. Zodat je ook die droge kant goed kunt simuleren. Dat is eigenlijk werkend uitvoering, hè? Zo hoor ik jou zeggen. Ja. En dan wordt ook nog naar de gasflux van zuurstof, hoe zit die erin? Kun je daar iets over zeggen? Dat is eigenlijk heel simpel inderdaad. Daar is nog niet gerekend met echte diffusie. Maar er wordt eigenlijk, naarmate de waterverzadiging van de bodem hoger is, wordt er een rem gezet op de hoeveelheid zuurstof die erin komt. Dan vraagt Mark, die is al beantwoord. Dan vraagt Arjen ter Harmsel van Arcadis. Gewoon een vraag. Zijn er ook modellen die veengroei simuleren afhankelijk van allerlei factoren? Die zijn er wel, inderdaad. Maar die zijn vaak op hele specifieke situaties toegesneden. En dan echt op hoogveen en dergelijke. En wat je wel ziet is dat je ook in allerlei andere omstandigheden wat extra veengroei krijgt. We gaan proberen dat ook in het model te krijgen, zodat we dat ook echt erin mee kunnen simuleren. Dat is dat project van Tanja Lippmann wat ik liet zien, in samenwerking met de Wageningen Universiteit. Dankjewel. Er zijn nog wel andere vragen, maar ik stel voor dat we die schriftelijk toelichten. Misschien geldt ook hier, is het ook hiervoor goed om te benadrukken dat we ook, als het gaat over modelleren van broeikasgassen in het Nederlandse veenweidegebied, dat we ook daar echt veel aandacht aan zullen gaan besteden in het nationaal onderzoek. En dat we ook de verschillende modellen, wat Ko hier ook noemt, gaan kijken hoe we dat slim kunnen bekoppelen. Dus dank Ko. Voor je heldere betoog. En dan wil ik het woord geven aan Jim Koenman.
Jim die werkt als PhD sinds een jaar bij de Vrije Universiteit en doet onderzoek naar het verband tussen hydrologie, redoxcondities en de afbraak van organisch materiaal in de Nederlandse veenweidebodems. En hij gaat in op de eerste bevinding, op zijn onderzoek tot nu toe en zijn eerste bevindingen. Dankjewel, Jim. En ik begrijp dat we speciaal welkom mogen heten jouw ouders. Wat leuk dat je die hebt uitgenodigd. En nou, ik hoop dat jullie daar net zo van genieten als wij. Aan jou het woord, Jim. Oh, dat is ook een verrassing voor mij dat ze erbij zijn. Heel leuk. Oh. Ik had ze inderdaad uitgenodigd, maar ik had niet het idee dat ze erbij zouden zijn. Dus nou, in het specifiek welkom aan hen. Ik ga inderdaad wat vertellen over mijn PhD-onderzoek. Getiteld Hydrologie, Redoxcondities en Veenafbraak in de Nederlandse Veenweidegebieden. Mijn naam is inderdaad Jim Boonman. Dankjewel voor de aankondiging, Pumé. Ik ben 24 jaar oud en ik ben opgegroeid in Waddinxveen. Ik heb een hydrologiemaster gedaan aan de VU. En nu woon ik in Amstelveen. Dat is niet geheel toevallig. Vlakbij de Middelpolder, maar daarover later meer. Han Dolman is onze afdelingsleider en mijn promotor. En Co van Huisteden en Ipe van der Velde, die jullie net hebben horen spreken, begeleiden mij tijdens mijn PhD. Eigenlijk heb ik vanaf het eerste moment dat ik begon met studeren, heb ik de wens gehad om iets te kunnen betekenen voor Nederland en voor de wereld. Want ik ben me ervan bewust dat er grote problemen spelen, met name klimaatverandering, et cetera. En ik ben daarom ontzettend blij dat ik betrokken ben als PhD'er bij het NOBV. Wat een ontzettend mooi project is, omdat er zoveel verschillende partijen betrokken zijn. Verschillende universiteiten en bedrijven. Ik ben nu inderdaad 1 jaar bezig met mijn PhD. En in deze presentatie wil ik jullie graag vertellen over mijn eerste onderzoek over watermanagementstrategieën in de Nederlandse zeggenveenweide. Als eerste wil ik jullie graag meenemen naar de globale opzet van mijn PhD. Kijk, gaan we naar de volgende. Ja. Zoals Ko net al zei, is veenafbraak een best complex proces. En er zijn heel veel verschillende actoren in de bodem en boven de bodem die dit proces uiteindelijk beïnvloeden. En al die factoren beïnvloeden ook weer elkaar. En dan heb ik dus over het samenspel tussen biologie, chemie en fysische eigenschappen in de bodem. En dit is best wel een complex plaatje. En dat maakt het zo lastig om echt iets te zeggen over veenafbraak en een onderzoek te doen naar veenafbraak. Ik vind het als hydroloog altijd leuk om te zeggen dat hydrologie centraal staat als je kijkt naar veenafbraak, omdat het allerlei processen in de bodem met elkaar verbindt. Nou, ik wil het natuurlijk niet gelijk te complex maken binnen mijn onderzoek, dus ik heb besloten om te focussen op 3 belangrijke pijlers rondom microbiële activiteit, dus veenafbraak in de bodem. En allereerst wil ik graag focussen op hydrologie, niet heel verrassend natuurlijk, en daarover later dus meer. Ten tweede wil ik graag inzoomen op de bodemchemie, met name de redoxcondities die Ipe net liet zien. Dat zijn hele interessante resultaten. En ik hoop dat die te interpreteren zijn met de modelresultaten uit mijn eerste studie. En ten derde wil ik me bezig gaan houden met de broeikasgassen, waar ook het hele NOBV om draait natuurlijk. En hierbij wil ik niet alleen de metingen die we doen interpreteren, maar ik wil ook graag de metingen kunnen verklaren en begrijpen. En dat is best wel complex. Maar goed, nu wil ik jullie dus meenemen naar het eerste onderzoek, getiteld Watermanagementstrategieën en potentiële aerobe veenafbraak in de Nederlandse veenweidegebieden. En ik heb een kleine vlog gemaakt om dit onderzoek te introduceren. En onderbreek me als jullie het geluid niet horen. Ik denk dat ik het goed heb ingesteld. Yes, daar komt ie. Welkom in de Middelpolder in Amstelveen en welkom bij deze introducerende vlog over mijn onderzoek naar het effect van watermanagementstrategieën op potentiële aerobe veenafbraak in de Nederlandse zeggenveenweiden. De Middelpolder bestaat uit het bovenland, nu een oord voor weidevogels, en het benedenland, wat vroeger afgegraven is. Vroeger werd de benedenpolder ook gebruikt voor landbouw, maar nu is dat alleen nog maar kleinschalig en is er veel ruimte voor de natuurlijke vegetatie. Van nature wordt een veenbodem gevormd onder verzadigde bodemcondities. En zoals jullie weten zijn over heel de wereld inmiddels veenbodems gedraineerd om gebruikt te worden voor bijvoorbeeld de landbouw. Als je hier naar de waterstand kijkt in de Middelpolder, zie je direct dat de slootwaterstand een stuk hoger staat dan in de meeste agrarische veenweidegebieden.
Dit zorgt ervoor dat de grondwaterstand hoger wordt gehouden en dat er minder lucht kan indringen in het veenpakket, waardoor veenafbraak beperkt wordt. Deze situatie is eigenlijk vergelijkbaar met de natuurlijke situatie, waar de waterstand nog ietsje hoger staat, namelijk boven het maaiveld. Er zijn ook andere methoden om veenafbraak te verminderen, zoals het aanleggen van onderwaterdrainage. Maar hoe beïnvloeden deze maatregelen nu precies de hydrologie in de bodem? En hoe groot is de winst die behaald kan worden als het gaat om veenafbraak bij verschillende natuurlijke situaties met veel kwel of veel wegzijging? En kun je eigenlijk beter onderwaterdrainage aanleggen en de waterstand gelijk houden in de sloten? Of is het beter om de waterstand met 20 centimeter te verhogen? En compenseert het gunstige effect in de zomer van onderwaterdrainage wel het effect van een lagere grondwaterstand in de winter met onderwaterdrainage? Dit is precies waar ik meer grip op wil krijgen door mijn onderzoek uit te voeren. Het doel van mijn onderzoek is om inzicht te verschaffen aan waterschappen, boeren en onderzoekers. En de vraag te beantwoorden welke maatregelen voor welke scenario's nu effectief zijn. De hoofdvraag van mijn onderzoek is: hoe bepalen verschillende watermanagementstrategieën aerobe veenkwetsbaarheid in Nederlandse zeggenveenweiden blootgesteld aan verschillende klimatologische en hydrologische randvoorwaarden? Met andere woorden, ik kijk naar de effecten van slootwaterniveau en onderwaterdrainage op veenkwetsbaarheid voor verschillende scenario's, namelijk met kwel of wegzijging, voor een nat en een droog jaar en voor verschillende hydrologische doorlatigheden van het intacte veenpakket. We weten dat de activiteit van aerobe microben die het veen afbreken en hierbij zuurstof gebruiken, het meest bijdraagt aan veenafbraak. En daarom focus ik in het onderzoek op deze aerobe microbiële activiteit. Ik doe dit voor de onverzadigde en voor de verzadigde zone, maar in deze presentatie heb ik het alleen over de onverzadigde zone, omdat dat veruit het belangrijkste is. Aerobe activiteit in de onverzadigde zone wordt met name bepaald door de temperatuur en het bodemvochtgehalte in de bodem. Natuurlijk zijn er ook andere belangrijke zaken, zoals het landbouwbeleid en het veentype. Maar in dit onderzoek wil ik alleen kijken naar de fysische factoren die direct te maken hebben met watermanagement. Omdat we niet naar de chemie kijken in de bodem, maar alleen naar de fysische bodemeigenschappen, hebben we het niet over veenafbraak, maar over potentiële microbiële activiteit. Eigenlijk aerobe microbiële activiteit. Nu neem ik jullie weer mee naar mijn bureau en daar ga ik jullie vertellen hoe ik dit onderzoek precies heb uitgevoerd. Ja, goed. Ik hoop dat jullie het een leuke en duidelijke vlog vonden. Ik vond het leuk om te maken en het was ook nog eens vlakbij huis. Dus dat was lekker makkelijk. Ik ga jullie dus nu verder meenemen in dit onderzoek. En ik heb het onderzoek uitgevoerd in twee stappen. Ten eerste heb ik een model ontwikkeld waarin bodemvocht en temperatuur worden gemodelleerd in de veenbodem voor verschillende scenario's, zoals ik net uitlegde. En daarna wil ik met de modelresultaten kijken wat de potentiële aerobe microbiële activiteit is als maat voor veenafbraak in de onverzadigde zone. Ja, zoals Co net ook liet zien en zoals ik net vertelde in de vlog, is temperatuur en bodemvocht erg belangrijk als je kijkt naar veenafbraak. En de relatie tussen temperatuur en microbiële activiteit is al jaren onderzocht. En ook in deze studie, waar verschillende bodems zijn onderzocht, de grotere symbolen staan voor organische bodems. En hier kun je dus duidelijk zien wat de relatie is tussen temperatuur en CO2-emissie. En deze zwarte lijn zie je eigenlijk veel terugkomen, deze relatie, tussen temperatuur en veenafbraak. Dan aan de andere kant hebben we het bodemvochtgehalte. Er kwam net al een vraag uit het publiek. Hoe die relatie nu precies zit. Dit is de relatie voor de verweerde veenlaag. En dan zie je inderdaad dat bij een volledige verzadiging er eigenlijk geen zuurstof is, beschikbaar is, waardoor je geen veenafbraak of nauwelijks veenafbraak hebt. En er bestaat een bepaald optimum rond de 80-85%, waarna, als je het vochtgehalte dan weer verlaagt, de veenafbraak weer afneemt, dus de microbiële activiteit weer afneemt. Waarom het nu precies afneemt, er is wel waarschijnlijk voldoende zuurstof beschikbaar, maar de microben moeten eigenlijk te veel energie investeren om hun osmotische huishouding op orde te houden. Nou,
nu laat ik zien, wel, ik heb het ontwikkeld, het is een hydrusmodel. En ik heb dit model gekozen omdat juist die temperatuur en de bodemvocht in de onverzadigde zone zo goed gemodelleerd kunnen worden. En verder is het model ook best flexibel om bijvoorbeeld de drains in te bouwen, wat ook niet geheel onbelangrijk is binnen dit project. Hieronder kunnen jullie zien wat ik precies modelleer. Dit is een dwarsdoorsnede van een veeweide perceel in de breedte, dus van sloot tot sloot. Maar het is door het midden gehakt om computerkracht te besparen. Je ziet hier dat ik de sloot heb ingebouwd waar ik verschillende waterniveaus in kan zetten. We zien een atmosferische grens waar regen en verdamping plaatsvindt en transpiratie via de wortelzone. En ik heb een kleine greppel ingebouwd en aan de onderkant is kwel- of wegzijging in te stellen. Zoals ik net al zei, wordt de temperatuur ook gemodelleerd en daarvoor hebben we slootwatertemperaturen die ook gebruikt worden voor infiltratie in de drains en bodemtemperaturen aan het oppervlak voor hierboven. En verder gaan we uit van een constante waarde op 3 meter diepte. De bodemopbouw zit als volgt in elkaar. Aan de bovenkant hebben we een kleiige veenlaag, hieronder een verweerde veenlaag en daaronder een intacte zeggeveenlaag. Er was net ook een vraag uit het publiek van worden bepaalde waterkarakteristieken, waterretentiekarakteristieken wel goed meegenomen? In dit model probeer ik dat wel te doen, want deze verweerde veenlaag en die heeft een grotere dichtheid dan de intacte veenlaag en ook een kleinere waterdoorlatendheid. En ik heb de drains als volgt ingebouwd. Je kunt hier een situatie zien waarin water wordt geïnfiltreerd in de zomer. En je ziet dus dat het water uit de drain stroomt omhoog waar het water wordt verdampt. En je ziet dus hoe die drain hier is ingebouwd in het model. Ja, en uiteindelijk als je dus al die modelruns doet, dan krijg je heel veel resultaten. En om jullie een klein idee te geven hoe de resultaten er nu precies uitzien, heb ik deze slides gemaakt. De resultaten die je hier ziet zijn afkomstig uit dag 193 in 2018 met een zomerwaterniveau van 0,5 meter onder het maaiveld. En er vindt geen kwel of infiltratie aan of wegzijging plaats aan de onderzijde. Aan de bovenkant zien we een referentiescenario, dus zonder onderwaterdrains, en aan de onderkant een onderwaterdrainage situatie. En hier kun je de grondwaterstand zien als de overgang tussen het oranje en het gele gebied. Dus bij het referentieperceel zie je dat die grondwaterstand iets meer wegzakt ten opzichte van het drainageperceel hier. Goed, dan heb je natuurlijk ook het vochtgehalte, wat heel belangrijk is, zoals ik net al vertelde. En je ziet, als je de twee scenario's met elkaar vergelijkt, dat het bodemvochtgehalte redelijk daalt hier in het midden van het referentieperceel en redelijk stabiel is over het hele onderwaterdrainageperceel. En dan als laatste de temperatuur. Zoals ik al zei, de temperaturen zijn ingesteld voor slootwater en voor het oppervlak van het model. En je ziet dat eigenlijk de drains met name de temperatuur wat verhogen in de bodem, dus echt op 70 centimeter diepte zitten ze hier. En dat kan natuurlijk ook wel de veenafbraak beïnvloeden. Goed, de relaties die ik net beschreef, die wil ik dus meenemen in de analyse van de modelresultaten. En daarom heb ik ze nagebouwd, zodat de waarden uit het model informatie kunnen geven over de relatieve activiteit. Benaderd vanuit de fysische kant. Dus voor een temperatuur van 30 graden Celsius hebben we hier een relatieve activiteit van 1. En hetzelfde heb ik gedaan met bodemvochtgehalte. Ik heb deze curve gefit aan de hand van de resultaten van Saurig et al. Van 2019. En je ziet hier inderdaad dat bij een verzadiging er geen microbiële activiteit is. En zodra je het optimum hebt gehad van 85%, daalt de relatieve activiteit ook weer. En is 0 bij ongeveer 30%. Nou, voor elke plek in het model, op elke tijdstap in het jaar, hebben we dus een relatieve activiteit gegenereerd voor temperatuur en voor vochtgehalte. En door die twee met elkaar te vermenigvuldigen, komen we op een totale relatieve activiteit voor elke plek in het model. Voor elke dag van het jaar. En als je deze getallen
over een heel jaar bij elkaar opzond, dan krijgen we het aantal dagen wat perfect geschikt is voor microbiële activiteit. En dat ziet er zo uit voor een referentiescenario in 2012. Hier is de bovenste meter van de veenbodem afgebeeld, dus aan de linkerkant de sloot, aan de rechterkant de greppel. En je ziet eigenlijk twee dingen. Ten eerste is dat de grondwaterstand hier naar het midden van het veld wordt gevolgd als je kijkt naar veenafbraak. De veenafbraak gaat hier een stukje dieper dan aan deze kant. En ten tweede is bij de slootrand is er eigenlijk continu voldoende vocht beschikbaar voor veenafbraak. En ook hier aan de bovenkant waar de temperatuur hoog zal zijn in de zomer. Dus, en je ziet dat naarmate je verder naar het midden gaat dat er eigenlijk minder vocht beschikbaar is in de bovenste laag. Maar de actieve zon zit nog wel aan het oppervlak. Dus de eerste 10, 15 centimeter. In 2018 hebben we eigenlijk een veel drogere zomer. En daar zie je ook weer een hele actieve laag. Maar die zit niet meer helemaal aan het oppervlak. Maar die zit er iets onder, ongeveer 10 centimeter daaronder. En daarnaast, dit komt dus omdat de bodem eigenlijk uitdroogt hier helemaal aan de bovenkant. En daarnaast valt op dat je grondwaterstand een stuk dieper wegzakt, waardoor je ook meer veenafbraak op grotere diepte hebt. Nou, dan zijn we natuurlijk ook heel benieuwd naar een onderwaterdrainage scenario. Die hieronder is afgebeeld. Hier zie je de drains zitten. En je ziet ook weer dat er een hele actieve laag is. Dit is voor het jaar 2018, maar dat deze een stuk constanter is over de hele breedte van het perceel. En ik denk dat dat komt omdat de drainagebuizen eigenlijk continu water aanvoeren in de droge tijd. Waardoor je boven de grondwaterstand altijd voldoende bodemvocht hebt voor prima condities voor de microben. En daarnaast heb je ook een hoge temperatuur, dus dat werkt best wel goed voor die microben, lijkt. Natuurlijk kunnen we niet voor al die verschillende situaties die ik heb gemodelleerd deze plaatjes bekijken. Dus uiteindelijk willen we niet naar deze kaartjes kijken, maar naar totale waarde van veenafbraak. En daarom heb ik het gemiddelde genomen van de actieve lagen en dit gemiddelde keer de diepte van de veenafbraak gedaan. Dus dan krijgen we het aantal dagen keer meter per jaar aan veenafbraak. Nou, en al die verschillende scenario's die ik heb gemodelleerd, die zijn hier geplot. En hierin staan de stippen. De grootte van de stip staat voor de hoeveelheid afbraak per jaar. En op de x-as hebben we hier de natuurlijke variaties bij het model. Dus met kwel- en wegzijging en in een neutrale situatie. Beide voor een droog en een nat jaar. En op de y-as hebben we hier de zomerslootwaterstand staan. Van min 60 centimeter onder maaiveld tot min 20 centimeter onder maaiveld. En aan de onderkant hebben we hier de scenario's waarin geen drainagebuizen, onderwaterdrainagebuizen zijn meegenomen. En aan de bovenkant zijn we uitgegaan van een scenario waarin er wel onderwaterdrainage plaatsvindt. En als je naar dit grafiekje kijkt, dan zie je eigenlijk meteen dat je grotere stippen hebt in een nat jaar ten opzichte. Grotere stippen in een droog jaar hebt ten opzichte van een nat jaar. Maar voor verdere vergelijking is het handiger om naar een ander plotje te kijken, wat ik hier heb gemaakt. Hierin zien we eigenlijk alleen de onderste helft van deze plot, om te kijken naar het effect van de slootwaterstand. We hebben gekozen voor een basisscenario op min 50 centimeter onder het maaiveld. En je ziet eigenlijk consequent voor elk natuurlijk scenario, dus voor elk natuurlijk scenario gebruiken we deze waarde als nulwaarde. En als we deze waarde vergelijken met een ander scenario, dan zien we eigenlijk dat er altijd winst wordt behaald wanneer de waterstand omhoog wordt gezet in de sloten. Dus in dit geval staat een groen bolletje voor verbetering en een oranje bolletje voor een verslechtering. Dus je ziet ook dat bij een lagere waterstand, slootwaterstand, er meer veenafbraak plaatsvindt. Dit is eigenlijk niet heel spannend, want we weten dit eigenlijk wel al een beetje. Maar als je nu kijkt naar het effect van de drains, dan zie je een heel ander figuur tevoorschijn komen. En eigenlijk valt direct op dat... Ik moet eerst even uitleggen hoe dit figuur is gemaakt natuurlijk. We hebben hier gekozen om een scenario zonder drains te vergelijken met een scenario met drains. En het verschil daarvan kun je zien in deze plot. De
Eigenlijk is het eerste wat opvalt, is dat je veel meer oranje bolletjes hebt in een nat jaar. En dat betekent dat onderwaterdrainage minder effectief is als je een nat jaar hebt. En in een droog jaar is het sneller effectief. En heb je positieve resultaten van onderwaterdrainage. Nou, verder, als je langer naar dit figuurtje kijkt, dan begint op te vallen dat in een kwelsituatie eigenlijk de winst die je behaalt met onderwaterdrainage het kleinst is of zelfs negatief is. En in een scenario met veel wegzijging zie je dat de winst eigenlijk het grootste is. Dus met andere woorden is het heel belangrijk om te kijken in wat voor, op wat voor plek je in het land zit, in wat voor polder je zit, of je te maken hebt met kwel- of wegzijging, voordat je besluit om onderwaterdrainage aan te leggen. Even kijken of ik nog iets anders wilde noemen. Ik geloof het niet. Dan wilde ik nog even kort met jullie naar de grondwaterstand kijken. Die kun je namelijk ook uit het model halen. En ik heb hier de gesimuleerde grondwaterstand, gemiddelde zomergrondwaterstand, tegenover de berekende afbraak gezet per jaar. En dan krijg je dit grafiekje waar de zwarte bolletjes staan voor de situatie zonder de drains en de rode bolletjes voor de situatie met de drains. En ik heb een trendlijn gefit op de situatie zonder en de situatie met drains. En er vallen eigenlijk twee dingen op. Ten eerste liggen de trendlijnen niet op elkaar. En dat betekent dat je voor dezelfde gemiddelde zomergrondwaterstand een andere afbraakwaarde hebt. Dus stel we hebben een situatie van een gemiddelde zomergrondwaterstand 55 centimeter onder maaiveld. Dan komen we voor een referentiescenario op ongeveer 17 dagen keer meter afbraak. En voor een drainagescenario 22, 23 dagen keer meter per jaar aan afbraak. En ten tweede zie je heel duidelijk dat er variatie in de gemiddelde zomergrondwaterstand voor het scenario zonder drains een stuk hoger is dan voor scenario's met drains. Dus met andere woorden weet je eigenlijk beter waar je aan toe bent met onderwaterdrainagesysteem. Zoals ik net al zei, zijn dit echt de eerste resultaten. Dus ik heb ook nog geen harde conclusies. En je moet dit ook niet interpreteren als harde resultaten natuurlijk. Maar toch heb ik wat voorlopige conclusies opgesteld. Namelijk, een slootwaterstandsverhoging is altijd gunstig. Ten tweede is de werking van onderwaterdrainagesystemen verschillend. En dat komt dus omdat ze niet alleen de grondwaterstand beïnvloeden, maar ook bodemvocht aanvoeren in de onverzadigde zone, waar de temperatuur misschien een stuk hoger is. En zelf verhogen ze ook de temperatuur in de bodem. De drains zijn het meest effectief bij wegzijging en het minst effectief bij kwel. En ook het minst effectief in een nat jaar en het meest effectief in een droog jaar. En naarmate je de slootwaterstand verhoogt, lijken de drainagesystemen ook een positiever effect te hebben. Dus als je een scenario met een al hoge slootwaterstand vergelijkt zonder drains en met drains, dan zie je toch dat je meer winst behaalt als je die drainagesystemen erbij aanlegt. En verder nog een derde punt, namelijk dat de relatie van de gemiddelde zomergrondwaterstand met afbraak verschillend is voor een scenario met en zonder drains. Dus dat je de relaties die bepaald zijn in het verleden op basis van een grondwaterstand met afbraak, dat je die niet zomaar kunt vertalen naar een situatie met drainagesystemen waar je ook een gemiddelde zomergrondwaterstand of een GLG bepaalt. Nou, ik hoop dat jullie het een interessante presentatie vonden en ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht. En ik beantwoord graag nog een aantal vragen van jullie. Dankjewel, Jim. Dankjewel, Jim. Mooi werk verricht in zo'n eerste jaar al. Heel veel vragen zijn ondertussen al beantwoord, maar er komt gelukkig net een nieuwe vraag binnen. Of je van Jan Maarten Dros, hij vraagt of je gemodelleerd hebt met een hoogpeil. Of min 20 met een maaiveld en drains op min 40. Ik heb geen drukdrainage situatie gemodelleerd waarin je het slootpeil, waarin het slootpeil afwijkt van het drainagepeil. Maar ik heb wel een scenario gemodelleerd waarin de zomerwaterstand op min 20 centimeter staat. En dat is wel vrij hoog, geloof ik. Beantwoord dat de vraag?
van Weiland, mocht je nog even toe. Is jouw vraag hiermee beantwoord? Nog wel eens verder willen praten met Jim en Co. over de broeikasgasbalans van allerlei veehouders in het veenweidegebied. Maar ik vind het super interessant en mijn fysisch geografenhart gaat hier zeker ook sneller van kloppen. Lucas, dankjewel. Goed om te horen, bedankt. En hopelijk kunnen we inderdaad verder praten in de toekomst. Ja, daar kom ik zo nog even terug. Maar er is nog een andere vraag van Frauke. Jim, wat voor nalatendheid neem je aan in het veen? Ja, die was al even weggezakt. Hoorde de vraag niet helemaal. Kan je hem herhalen, heb je mee? Wat voor doorlatendheid neem je aan in het veen en wordt er anisotropie toegepast? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb mijn hoofd daar lange tijd over gebroken. Want ik heb de doorlatendheid van het intacte veenpakket van een metastudie uit 2018 genomen. En die was aan de hoge kant, vond ik zelf. Namelijk bijna een halve meter per dag. En daarom heb ik verschillende doorlatendheden gekozen. Namelijk de helft, dus 25 centimeter per dag en 12 centimeter per dag. En eigenlijk zie je, wanneer je de doorlatendheid verkleint van het intacte veenpakket, dat ook de effecten duidelijker naar voren komen. Dus van de gunstige of negatieve effecten van de maatregelen. Ik heb de doorlatendheid in de verweerde veenlaag en de bovenste laag niet gevarieerd. Omdat ik daar eigenlijk best wel tevreden mee was. Het zit ongeveer op de 10 centimeter per dag. En anisotropie heb ik niet meegenomen. Dat is sowieso minder belangrijk in de verweerde veenlaag. Maar in de intacte veenlaag is die natuurlijk wel belangrijk. Maar het lastige is dat dit ontzettend veel varieert van gebied tot gebied. En soms heb je een horizontale doorlatendheid die een stuk hoger is dan een verticale doorlatendheid. Dat is eigenlijk in de meeste gevallen. Maar het kan ook andersom zijn. En over het algemeen is er best wel weinig data beschikbaar om in dit model op te nemen. Dat heb ik nog niet gedaan. Ja. Dank je, helder antwoord. En dan heb ik nog één vraag van Jan Strijker, die al een tijdje geleden gesteld is. En misschien is het wel aan alle drie de onderzoekers. En ik vermoed eigenlijk ook naar alle andere onderzoekers die in de virtuele zaal zitten. Moet ik hem heel even opzoeken. Jan Strijker van de provincie Zuid-Holland vraagt als de overheden morgen een basis phreatisch veenmeetnet zouden uitrollen, welke parameters zouden daar tenminste voor gemeten moeten worden? Ipe, wil jij daarop reageren? Ipe, Co, Jim? Ja, dankjewel. En Jim heeft denk ik al twee hele belangrijke laten zien, dus daarmee te beginnen, zowel bodemvocht als de bodemtemperatuur, dat die cruciaal zijn. En met bodemvocht is het natuurlijk vaak ook makkelijker om de grondwaterstand te meten en de bodemspanning misschien wel dan de bodemvocht zelf. Heb je nog aanvullingen op, Co? Je staat nog uit. Co, je microfoon staat nog uit. Dat zegt, ja, ja. Ik vind het een lastige inderdaad. Die bodemvocht is inderdaad belangrijk. Ik denk dat je ook vaker wat meer plaatsen die bodemtemperatuur ook zou moeten meten. Misschien wat meer locaties ook waar ook echt CO2 en methaan, CO2 gemeten wordt vooral. Ik denk, en dan onder verschillende omstandigheden met verschillende bodemtypes. Zodat je ook echt meetgegevens hebt. Die kamersystemen die we nu hebben, dat is toch heel wat beter dan wat we eerder hadden op dat gebied. Zijn er nog vanuit het onderzoeksconsortium andere parameters die wenselijk zijn om te meten? Ik weet dat er een subwerkgroep monitoring is. Er zitten vast een aantal leden hier in de zaal. Ja, ik zit daar in die werkgroep. Hans Mankel, provincie Utrecht. Ik wil het ook even aanzetten. Ja, ik vind het wel erg moeilijk, want het idee van die CO2-metingen, dat zijn toch wel kostbare metingen. Kijk, we zijn wel in ieder geval in Utrecht hebben we het idee om een basis grondwatermeetnet in het
veenweidegebied te plaatsen om beter inzicht te krijgen van hoe diep is die grondwaterstand nou? Want dat weten we eigenlijk heel slecht. Er zijn allerlei modellen, maar daar kan je behoorlijke twijfels bij hebben. Hoe dat zijn nog relatief voor waterschap en provincie eenvoudige metingen. Temperatuur lijkt me ook nog vrij eenvoudig te meten. Maar CO2, ja, dat is kostbaar, duur. Dat kan je niet zelf als provincie doen. Dan moet je er echt wetenschappers voor inhuren. Dus dat is wat anders. Dat is veel meer specifiek onderzoek. En die andere dingen die ik net noemde, die kan je gewoon pak een beetje 100 meetpunten per provincie zo uitzetten. En heb je vrij snel heb je data. Ja. Dankjewel, Hans. Jan, is jouw vraag dan even nu voor? Heel graag willen kunnen zeggen dat we overal of meer zuurstof moeten gaan meten en redox potentialen moeten gaan meten. Maar ik denk dat we nog niet helemaal zijn dat we dat echt hard kunnen maken. Dus het eerste jaar gaf wel hele mooie resultaten en dan zien we echt leuke dingen uit. Maar ik denk dat we daar nog even goed naar moeten kijken of we dat, ja, hoe toepasbaar dat breder is. Op het wensenlijstje eigenlijk. Ja, dankjewel. Hans, dankjewel voor je. Jan, is jouw vraag zo voldoende beantwoord? Is het eigenlijk ook weer work in progress? Ja, dat is voldoende voor nu. Want het is natuurlijk wel de vraag van. Ik snap dat de modellen nog niet. Dat die nog niet uitgedacht zijn. En dat we nog een paar jaar moeten meten. Om het echt te kunnen bepalen. Jazeker. Ja. Maar ja, als je nu al gaat beginnen met meten. Dan heb je daar vast in de toekomst profijt van. Ja. Je kunt niet alles meten. Dat is allemaal veel te duur. Dus dat is, daar komt mijn vraag vooral vandaan. Ja, maar dat is nu eigenlijk. Het bodemvocht, grondwater en bodemtemperatuur wordt nu genoemd als belangrijkste. Dat zijn drie belangrijkste, hoor ik, ja. Die op korte termijn volgens Hans ook redelijk makkelijk uit te rollen zijn. Hè? Dus, yeah. Mag ik daar nog één ding over zeggen? Sorry dat ik zo inbreek. Ja, Silas Erkens, Deltares. Ja, ik wil even zeggen dat dit zijn precies dus waar het NOBV ook in verschillende poten aan werkt. Hè? Dus we hebben één poot die gaat echt over het mechanistisch begrip. Dat is wat Jim net ook liet zien. Dus hoe werkt die grondwaterstand door in verschillende andere parameters met vochtgehalte en temperatuur en dan met afbraakpotentie. En een andere poot is een modellenpoot, waarin ook in de chat al werd gezegd, op deze met verschillende modellen gaan we proberen dat dan die relatie daarin te verwerken. En dan kunnen we beter voorspellingen maken, ook voorspellingen over wat verschillende maatregelen zouden kunnen betekenen. En dan is er nog een poot die gaat over het monitoren. En dat gaat over wat voor soort data hebben we nou nodig uit het veld om die modellen te kunnen ondersteunen en ook weer op basis van het mechanistisch begrip. Dus dat staat steeds centraal en dat in verschillende poten wordt het uitgewerkt voor een soort langetermijn perspectief in modellen en in monitoring. Dankjewel voor deze aanvulling, Gilles. Ik wil eigenlijk toe naar een afronding. Ik realiseer me dat er heel veel vragen nog niet beantwoord zijn, hoewel ik iedereen heel erg dankbaar ben voor de vragen die ondertussen al wel beantwoord zijn. Onderzoekers, maar ook heel veel andere deelnemers. Dus ik ben heel blij dat er zoveel kennis in deze groep zit. Voor nu wil ik Co, Ipe en Jim heel erg bedanken voor de tijd en de kennis die ze hierin hebben gestoken en de kennis die ze met ons gedeeld hebben. En wij, ik heb in elk geval een hoop geleerd, ondanks het feit dat jullie regelmatig spreek. Wat ik verder mee wil geven is dat er naast dat deze opname gedeeld wordt op de websites de contactgegevens slides gedeeld. Ja, dat is op drie websites kunt u terecht. Op www.kennisprogrammabodemdaling.nl. Dat is dus de website van het NKB. En naar het NOBV. Website is het NOB Veenweide. En beide hebben ook een info-mailadres. Dus daar kunt u gewoon vragen naartoe sturen. U kunt ook abonneren op beide nieuwsbrieven. Ook van de Stoom. Die is wat breder waterbeheer georiënteerd. En vragen stellen via de mailkap altijd. Wij blijven ook op de website diverse dit soort mini-colleges, noem ik ze maar even, delen. Kennisclips, dus dat blijven we doen. Nogmaals, dat zal in het beginsel heel veel toch eerste bevindingen zijn en vervolgens toch meer, hopelijk in de komende jaren uiteindelijk steeds meer deelresultaten en uiteindelijke resultaten. En wij zullen in het voorjaar een nieuwe deelexpeditie organiseren. Nou, waar die precies over gaat, dat zullen we te zijn tijd met u delen. Maar dat ook zal er wederom een verdiepende inhoudelijke sessie zijn. En u kunt u daarvoor ook aanmelden via het infoadres, via beide infoadressen. Dus namens de VU, ik spreek ook maar even namens de VU,
het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling en het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen en de STOA wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor de hele levendige discussie en voor jullie aandacht. En hopelijk tot een volgende keer. Tot ziens. Dankjewel. Bedankt. Dankjewel.